Ondersteunen van docenten bij onderwijsinnovatie met ICT. Hoe doe je dat? Over dat onderwerp heeft SURF een keuzehulp gemaakt. En die keuzehulp stond centraal bij een leergang over dit onderwerp. 14 deelnemers van verschillende instellingen van ROC's, HBO's en universiteiten zijn 3 dagen lang aan de slag gegaan over dit onderwerp. We hebben een aantal cases bezocht in den lande en we hebben het onderwerp verder geanalyseerd. Uiteindelijk heeft elke instelling een actieplan gemaakt. Actieplan waarin heel concreet staat hoe de deelnemers aan de slag gaan met onderwijsinnovatie met ICT. Ik vind de opzet van een leergang met 3 bijeenkomsten op verschillende locaties heel nuttig. Om gewoon eens een kijkje in de keuken te nemen bij anderen. Ik vind het fijn om met andere mensen samen te werken. Om andere instellingen dan de usual suspects tegen te komen. Dan andere mensen van mijn eigen instelling. Nou, de leergang van SURF heeft mij opgeleverd dat ik beter kan reflecteren op de inrichtingskeuzes die we aan de Radboud Universiteit hebben gemaakt. Het maakt dat ik met afstand kan kijken naar onze keuzes, nadenken over waarom wij zaken hebben ingericht en vooral ook leer hoe andere instellingen keuzes maken en kiezen voor een bepaalde inrichting. En dat neem ik dan weer mee naar mijn werkpraktijk om bijvoorbeeld advies te geven over wat wel en wat niet kan werken. Ik vind de keuzehulp wel heel praktisch. Hij is goed toe te passen. Eigenlijk is de keuzehulp ook een soort model, vind ik. Dat je geeft, deze 5 vragen kun je over nadenken. Deze stappen zijn er in het proces, deze onderdelen. En ik merk als ik hem nu weer terugkijk aan het einde van de leergang, ten opzichte van het begin van de leergang, dat ik heel veel dingen herken. En dat ik nu ook beter weet hoe ze in mijn eigen organisatie ingeregeld zijn. De leergang heeft mij opgeleverd dat ik vandaag heel veel heb opgestoken over veranderkunde. En heel veel praktische zaken waar ik lekker mee aan de slag kan volgende week. Ik merk dat ik zelf wat betere gesprekspartner aan het worden ben. De leergang heeft deelnemers geholpen bij het inrichten van ondersteuning van onderwijsinnovatie met ICT. Wil jij hier ook je voordeel mee doen? Kijk dan op surf.nl naar de keuzehulp onderwijsondersteuning bij onderwijsinnovatie met ICT.